Lydia Clark. Ja. En we zien een aantal werken. Ja, dat zijn de bichus. Dus een beestjes. Ja. Het is een tamelijk vroeg werk van haar. Zij is begonnen als in het neoconcretisme, wat een soort Braziliaans antwoord was op belangrijke modernistische stromingen in Europa. Maar eigenlijk al met het maken van die bichus begon zij zich serieus vragen te stellen over ja, maar wat is dat, dat soort abstracte kunst, wat vertelt dat eigenlijk en hoe verhoudt zich dat tot de kijker? En zij had daar een heel moeilijke relatie mee met het soort afstand die een werk heeft tot de beschouwer en dat er en het, de hele mythologie eigenlijk dat de schilderen of de beeldhouwer of het is gelijk een soort geniale beweging maakt die waar de toeschouwer eigenlijk alleen maar in een soort verbijstering voor kan staan. Mm. En eigenlijk, kijk, ik zal het u tonen wat die bichus doen. Iedereen mag daar de zijne van maken. Dit is een nieuwe bichu. Of dus ook hier is het werk niet af. Iedereen het werk maakt is niet af. Maakt zijn eigen werk. Iedereen maakt zijn eigen werk. En misschien vind je dit werk niet zo geslaagd, maar dan moet je maar herbeginnen tot het wel goed is. Hè. Dus eigenlijk, het is bijna een soort fysieke realisatie. En zij spreekt dan altijd ook over rituelen, in tegenstelling tot mythes. Over een soort ritueel om je bewust te worden van het feit dat je blik, dat je altijd anders kan kijken. En dat dingen altijd in beweging kunnen blijven. Dat de dingen nooit vaststaan zoals men dikwijls denkt dat ze vaststaan. Ik vind dat, ik moet zeggen, dat is een van de, voor mij, van de eerste keer dat ik haar werk gezien heb, heb ik dat een briljante, fantastische vrouw gevonden in haar inzichten en ook in de manier waarop ze die gerealiseerd heeft. En, voor u was het ook altijd cruciaal in de dit tentoonstelling. Dit moet er zijn. En anders is die hele tentoonstelling voor mij, enfin, mist die iets werkelijk zeer fundamenteel. Omdat ook hier weer dat veranderlijke en dat altijd opnieuw kunnen herbeginnen met dingen, heeft heel veel te maken met het lichaam en met haar persoonlijke problematiek van de dood en het vastlopen en het, die ze in verschillende grote crisissen eigenlijk beleefd heeft. Dus voor haar gaat het echt over leven en dus lichaam. En op het einde van haar leven is ze heel veel bezig geweest met inderdaad een soort fysieke therapie voor psychische problemen. Dus zij, en echt werken met voorwerpen om mensen uit een zware psychose of depressie te halen. Dus dat is, het is een heel interessant denken, vind ik, dat helemaal haak staat eigenlijk op zeer veel, op een mainstream in de beeldende kunst. En die dus een heel andere positie inneemt. Oké.